De academische week die is georganiseerd door de Nationale Assemblée is vandaag afgesloten. Op de laatste dag is er aandacht besteed aan de rol van het parlement als hoogste orgaan van de staat. Volgens Agathe Ramdas, substituut griffier van de Nationale Assemblée, is het de eerste keer dat het parlement zo'n evenement heeft georganiseerd voor iedereen die er werkt. Vicevoorzitter Deo Charman meent dat de academische week moet bijdragen aan meer toewijding van de werknemers voor het werk in het parlement. De Nationale Assemblée, eigenlijk onze core business is maken van wetten. En het hoofddoel is verbeteren van de kwaliteit van onze wetgeving. En dat hadden we dus gisteren, de sessies in het kader van verbeteren van kwaliteit van de wetgeving. En ik denk dat de leden inderdaad heel veel hebben meegekregen om toe te passen in hun werkzaamheden. We hopen met deze week een aanzet te geven dat zeker de 51 leden zeg maar, op een meer volwassen manier met meer drive, met meer toewijding het werk als parlementariër kunnen doen. En daarom hebben we ook gekozen voor speciale onderwerpen. Hoe worden wetten bijvoorbeeld gemaakt? Wat is de procedure? Hoe ziet die molen precies eruit? Op welke wijze zou je een beter product kunnen leveren? We hebben ook gesproken over de verhoudingen tussen de verschillende zeg maar, constitutionele organen als de regering, het parlement, de rechterlijke macht, al die verhoudingen. En wat is de status en de positie van de Nationale Assemblée? Welke verantwoordelijkheden hebben wij? Welke taken hebben wij? Kwijt ons wel goed van onze taken? En vandaag, dat is een presentatie van meneer Dr. Mendes van Mendes, die eigenlijk de grondwet onder de loep heeft genomen. Hoe belangrijk is dat, maar wat zijn hiaten er zijn in de grondwet. Charman gaf ook aan dat heel veel van de parlementariërs nieuw zijn, uit alle lagen van het land komen en niet allemaal een juridische achtergrond hebben. DNA-lid van de NPS Ivanel Duplein en NDP-assembleelid Ansadi, die beiden voor het eerst in ons hoogste college van staat zitten, zeggen veel kennis te hebben opgedaan. Ik heb een aantal zaken dus geleerd, te beginnen bij de rol van het parlement. Hoe je als parlementariër zou moeten opstellen richting de samenleving. Het gaat zeker om dus dan die rol die je vervult naar de samenleving, toen je bent gekozen door de samenleving. Dus je moet dus dan teruggaan naar de samenleving wanneer er zaken spelen. Je moet de informatie ook vanuit de samenleving halen. Zeker wanneer je goede discussies, debatten wilt voeren in het parlement. En een van de belangrijke dingen als taak voor een parlementariër is de wetten goed doornemen, de wetten kunnen doorfietsen, je commentaar kunnen leveren op wetten die daar op tafel liggen. En daar heb ik ook heel wat eruit kunnen halen in die presentatie. De academische week zal na een positieve evaluatie een terugkerend evenement worden van het parlement.